make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Even hoe deze schattig deze bikini is met cactussen. En deze vind ik echt, dit broekje is echt geweldig. Ik wil dit broekje eigenlijk echt hebben. Oké, misschien hoeft het terug weg. We zijn trouwens, ik zal even... Ja, alleen ik vind dit labeltje een beetje lelijk die erop zit. Oh, okay. Maar ik heb wel zo'n broekje, die zit dan een beetje in je reet. Maar we zijn, heel de dag hebben we bij het zwembad gelegen bij het strand. En we zijn nu even in de winkelstraat lekker aan het winkelen. En we gaan even een ijsje halen. Maar ik vind deze bikini echt heel erg leuk. Hé, Yves? Ja, ik vind hem ook heel erg leuk. Volgens mij heb ik vanmorgen niet gefilmd. Dus leuk als je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Wat? Binnen ook met flamingo's. Echt? Waar? Oh, maar die vind ik niet zo'n leuke kleur. Nou, minder. Pauwen. Die is ook echt leuk. Flamingo's. Maar geen panters. Nee. Ik denk dat ze hier niet zo houden van panter, man. Dit vind ik ook een leuk topje. Kijk. Ja. Met van die roesjes eraan. Ja, kijk erboven. Waar? Oh ja. Oeh, dat is echt een mooi badpak. Leuk voor Ibiza. Mooi. Oh, maar ik vind die daarvoor hangt echt leuk. Misschien op de terugweg. Maar ja, als je er al 16 hebt, dan... Ja, dat is waar. Heel schattig. Oh, maar kijk, deze kleur roze vind ik ook mooi. Mooie roze kleurtje, want ik heb geen roze bikini. Oh jawel. Ver ligt toch wel heel op. Grapje, ik heb wel een roze bikini. Oh ja, die is ook mooi. Niet van zo. Oh ja. Oh ja. Weet je niet. Voorkant is mooi. Ja. Oké, laten we lopen. Nee, ze staan nog steeds daar. Voor die boom. Ik heb geen klaar. Oh mam, ik wil eigenlijk echt die bikini broekje kopen. Kijk hoe gaaf die gouden is. Maar ik heb nog geen gouden bikini, hè? Wat zei je? Ja. Maar hier kan je de hele week nog naar binnen lopen, hè? De hele week. Ik ga donderdag weg. Of vrijdag weg. Ik zie hem ook in het... Dat topje is... Ja, dat topje is 25, maar dat broekje is maar 15. Wat betekent dit? Geen sale, nou, zeker. Dat je kan pakken en bij elkaar kan matchen. Dacht misschien sale of zo, maar nee. Nee, maar dat staat er zo. Ik heb 11 bikinis één gat. Goedemorgen. Ik zei, goedemorgen. En je zag Isa daar ook zo. Wij gaan zo meteen lekker naar het strand. Oh nee, naar het zwembad gaan we. En daarna naar een outlet. Toch, Isa? Het is 11 uur en Isa is nu pas wakker en ze heeft gewoon 3 eieren. Ja. Welke dag is het vandaag eigenlijk? Vriendinnen en vrienden. Maandag 6. Maandag 6 augustus. En er zit zonnebrand onder mijn vinger. Hè? We hebben de bikini gisteren niet gekocht. Gaan we hem kopen? Zal ik jou even filmen? Kom dan. Nou, goedemorgen. Dit is Sam. Hoi. De man van het huis. Van? Het huis. Ja, van het huis. Ja, pas. Goh, ook. Oké, okay, niet interessant. Oh, hij staat een beetje in. Ik heb er schuur. We gaan dus naar het zwemmen, maar we moeten weer op Isa wachten. Ja, die een andere bikini heeft aangetrokken. Nee, grapje. Nee, we gaan nu dan naar het zwembad. Tot 3 of zo. En dan gaan we daarna naar zo'n designer outlet waar je allemaal mooie winkels hebt. Dus daar gaan we dan vanmiddag heen. En dan ga ik jullie ook mee naar het nummer. Gisteren heb ik dus eigenlijk niks gefilmd, alleen in de winkels gaan. Maar we hebben de hele dag op het strand gelegen. Toen gingen we kanoën. Dat heb ik volgens mij wel gefilmd. En daarna... Wat hebben we daarna gedaan? Gingen we nog even in het zwembad even zwemmen.
gingen we eten. En naar de winkeltjes. En naar de winkeltjes gingen we heel lekker ijsje halen, toch Mil? Dit is trouwens niet echt Milan, mijn vriendje, maar dit is mijn neef, die is ook Milan. Maar dat ze echt denken dat jij een vriendje bent. Dat is wel heel zielig, want Milan is 8 en ik ben 18. 9! 9, sorry Milan. Maar, ja, Ies is bijna klaar. Alleen, kijk eens wat voor leuke toilet als Isa heeft. Ja, laat even zien, Is. Kijk, mag ik zo? Ja. En dan dit. En dan kan hij zo open. Tadaa! En dan zijn daar al je spullen erin. Kapot handen. Dus. Maar het is al maandag en Miel en ik gaan vrijdag al weg. En het is echt veel te kort in het leven. Van Nannem, 18 euro. Als je member wordt, 5 euro korting. Gratis verzending. Ja, ik ben klaar. Maar nee. Gaan we straks even foto's maken in het zwembad? Ja. Oh yeah. Yay! Ik wil ook een foto met Milan, maar Milan wil niet met mij op de foto. Hebben we het ook niet in de vlog? Oké, okay, ik ben klaar. Grote Milan, ja, grote Milan. Moet je nog iets meenemen? Nee. Dus. Oké, okay, let's go. Let's go with flow. Ik hoop dit echt. Ik heb 15 minuten gedaan. Ja, dat is best knap. Ik hoop echt dat ze leuke dingetjes hebben in die designer outlet. En volgende week, je hebt hier, zeg maar in Nederland heb je nu ook een Kiko. Maar in Italië heb je hier een Kiko waar Isa en ik altijd naartoe gaan. En die is, ik weet niet, die is gewoon anders dan die in Nederland. En daar gaan we dus volgende week ook nog naartoe. En we gaan ook nog, Miu en ik gaan woensdag dagje naar Venetië. En even kijken of Isa en Sam meegaan. Of dat ze niet meegaan, ik weet het niet wat ze gaan doen. Maar Miu en ik gaan sowieso. En Grote Milo. Ja. Oké, okay, ik heb me even omgekleed, want we gaan zo meteen dus naar die designer outlet. Dit topje is van de Zara en dit rokje is van Boohoo. Ik heb even mijn haar in de staart gedaan, zodat ik kan opdrogen, maar zo meteen maak ik er even een vlecht in. En het is zo verschrikkelijk heet, want het is nu pas 3 uur, dus dat is het warmste moment hier. Maar wij gaan dus nu naar die outlet. En ik lijk echt net kaal zo, maar dit is dus wat ik aan heb. Dus ik dacht, ik doe het meest luchtige aan wat ik heb. Want anders ga ik echt helemaal dood gewoon. Ik heb er wel echt heel erg veel zin in. Ik hoop dat ik daar misschien nog een mooie Furla tas kan scoren. Want ze hebben daar ook Furla, Michael Kors, Gucci, die Squirt, Ralph Lauren, Nike, Adidas volgens mij ook. Ja, jullie zien straks wel hoeveel ze hebben. Maar ik heb er dus echt heel erg veel zin in. En ik hoop dat ik wat leuke dingetjes kan scoren. En ik ga mijn camera ook meenemen. Hij is nog 28%, dus ik hoop dat hij het gaat redden. Staat een beetje hier gezoomd, vriendin. Wij zijn lekker gaan winkelen. Tra, la, 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 la. En ik heb dus 2 tasjes gezien. En ik twijfel welke ik ga kopen. En of ik überhaupt een tasje ga kopen. We gaan nu naar de Ralph Lauren outlet lopen. En Sam heeft net schoenen gekocht. Ik heb het heel lief. Een shirtje voor papa gekocht. Oh, Golden Hour. Prachtig. Maar het is heel gezellig, hè, Is? Ja. En de Ralph Lauren hier is tering groot. En echt mega sales. 70% of zo, dus niet mal. Dus daar gaan we nu lekker naartoe. Later! Zo, kijk. Shotter! Ja, Sam! Doei! Sam heeft nieuwe schoenen. Tralalalalala. Het is vandaag. Welke dag is het vandaag? Dinsdag, 7 augustus. En Sam die maakt heel veel herrie. Die zit super gaande te kijken. En we zijn heel de dag bij het... Ik was eerst met mijn moeder en mijn tante naar het strand geweest. Want de mannen gingen midget golfen. En daarna heb ik de hele tijd met Milan bij het zwembad gezeten. En ik heb even Oreo's gehaald. En een donut. En ik ga klikken op eten. En Sam eet ook wel Oreo's. Ik heb deze bikini aan van Love Stories. En ik ga zo even douchen. Maar wel met mijn bikini aan houden. Ik wil even vragen of mama nog even foto's van me wil maken. Voor de op Instagram. En het is nu 3:55. Ik weet niet wat. Gaan we vanavond nog wat doen? Volgens mij niet, toch? Nee. We gaan vanavond volgens mij niks meer doen. Maar we hebben gewoon lekker heel de dag gezwommen en gedaan. En morgen gaan Milan en ik naar Venetië. Even kijken of ze met Isa meegaan. Maar Mil en ik gaan hier gewoon naar Venetië. En dan donderdag is onze laatste volle dag. Want vrijdagmiddag vliegen we weer terug. En ik ga lekker mijn donut opeten. Dus.
Looks so nice. Het rept in de weiland. Het is helemaal gesmolten. Dankjewel, ik mag ooit. En ik heb trouwens gisteren bij de outlet een nieuwe tas gekocht. Samen met mama samen. En ik heb ook wat gekocht. Nieuwe schoenen. Koping. Heb je ook nieuwe schoenen gekocht? Ja, dansschoenen. Sportschoenen heb ik gekocht. Bij de Nike outlet. En zij heeft ook schoenen gekocht. Campy. En Miel heeft nog bij Ralph Lauren wat gekocht. En Sam ook, toch? Mm-hmm. Ja. Snap ik bedoel. Dus.